Met de Nederlandse vlag werden in Den Helder de jagers Groningen en Limburg begroet op de bij de marine gebruikelijke wijze. Aan de kade stond de commandant Zeemacht Nederland, schout bij nacht, baron de Vos van Steenwijk, om de jagers te verwelkomen na een maandenlange vlagvertoonreis om de wereld met Hare Majesteit vliegkampschip Karel Doorman, dat op dat moment in Rotterdam afmeerde. Popelend van ongeduld stond de familie aan de kade en de bemanning aan dek te wachten op het moment waarop ze elkaar zouden kunnen begroeten. De Jannen hadden de kerstboom in top gehesen om uiting te geven aan hun vreugde de kerstdagen in de familiekring te kunnen vieren. En die vreugde was algemeen. De mannen werden letterlijk bedolven onder de omhelzingen, terwijl over de kade Zuid-Amerikaanse muziek weer klonk als herinnering aan hun bezoek aan Brazilië. Dat ze een reis om de wereld hadden gemaakt, bleek wel uit de cadeaus die ze meebrachten, waaronder poppen van het Paaseiland. De mannen van Smaldeel 5 hadden ongetwijfeld prettige feestdagen voor de boeg.